Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik wil jullie allereerst nog een heel gelukkig nieuwjaar wensen. Ik heb dat in mijn vlog ook al wel gedaan, maar ik weet niet of alle kijkers ook mijn vlog zien. Dus bij deze wilde ik dat toch nog even zeggen. Sorry alvast voor het achtergrondgeluid wat je hoort. Mijn kat is cross en ik heb geen andere mogelijkheid om deze video ergens anders op te nemen. Dus dat is even een beetje roeien met de riemen die ik nu heb. En dat is een beetje vervelend, want ze blijft me jouwen. En ik kan er gewoon even momenteel niet heel veel aan doen. Ja, een nieuwe maand betekent ook dat het tijd is om mijn favoriete producten van de vorige maand door te nemen. Dit keer zijn het de favoriete producten van december. Het is best wel een vol doosje. Er zijn ook wat spullen uitgevallen. Maar ik ga jullie gewoon laten zien welke producten ik heel erg fijn vond. En mocht jij benieuwd zijn welke producten ik zoal heb getest en wat mijn mening daarvan is, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met een body mist van Essence. Deze komt uit de Trend Editie Spice It Up. Dat is deze body mist. Je moet hem even schudden vol gebruik. En dan zit er ook een heel klein glittertje in. Ik weet niet of het voor jullie zichtbaar is, maar die zit er wel in. Hij heeft de naam 01 Spice Spice Baby. Het is echt een heel lekker geurtje. Het is wel een heel zoet geurtje, maar Essence staat er wel onbekend. Dat ze een wat zoetere body mist gebruiken of uitbrengen vaak. Maar ik vind het ook wel heel lekker om zo'n bijvoorbeeld bij te sprayen. Dus deze is echt wel heel erg lekker. Ja, op het wat zoetere na, maar ik vind het wel lekker verfrissend, deze body mist. Dan heb ik een Blur & Prime Primer van Revolution. Dat is deze. Heet eigenlijk Pore Blur. En dit is een primer die dus je poriën zou verminderen. Ik ben zelf niet iemand die hele grove poriën hebt. Dus je ziet ook niet heel veel verschil als ik een primer wel of niet gebruik die echt voor je poriën is. Je ziet niet dat het mijn gezicht er heel anders uitziet met deze primer. Maar ik vind het wel heel fijn. Hij heeft een gelachtige substantie. En hij is ook vegan. En heeft een wat kleinere opening. Waardoor er gewoon een mooie hoeveelheid uitkomt, zeg maar, van de primer. Hij ruikt heel erg lekker. Hij brengt heel fijn aan. En hij houdt mijn make-up eigenlijk gewoon heel erg goed op zijn plek. En dat vind ik toch wel een van de belangrijkste dingen bij een primer. Dus dat is deze hele fijne primer van Revolution of Make-up Revolution. Dan heb ik twee oogschaduwpaletten. Je zult ook een aantal producten zien voorbij komen die nog uit Limited Editie of Trend Edities komen. Deze zijn van Catrice. Dit zijn twee oogschaduwpaletten. Ik zal even beginnen met de Queen Couture oogschaduwpaletten. Beide paletten hebben 18 kleuren erin zitten. En deze heeft gold en nude kleuren. Deze kleuren zitten erin met de namen erbij. De paletten zien er zelf gewoon ook hetzelfde uit. Alleen hier op de achterkant heb je niet de kleuren. Er zit een mooie spiegel in. Oh, helaas was er bij mij eentje gebroken. Dat is deze, dus dat kun je zien. Maar hij heeft wel hele mooie, beetje baked oogschaduwkleurtjes. Ziet er heel erg mooi uit. Het zijn wel kleuren waar je van moet houden. Maar ze waren wel heel goed gepigmenteerd en zien er heel erg mooi uit. En het leuke is bij deze paletten, je krijgt een stickervelletje erbij. En dat is deze. Dat vond ik echt super leuk. Dus dat was het Queen Couture paletten. En ik heb dan ook het Beauty Kingdom paletten. En daar zitten deze kleuren in. Deze heeft wat meer sherry en nude kleuren. Nou, ook weer die grote spiegel erin. En dit zijn deze kleuren. Heel erg mooi. Hele goede pigmentatie. Ook een paar kleuren die een soort highlightje hebben. Wat heel erg mooi is. Echt hele mooie kleuren erin. En ook hier zit weer een heel erg leuk stickervelletje bij. Dus dat waren deze twee oogschaduwpaletten. Deze komen uit de Sister Love collectie. En misschien als je geluk hebt dat je ze nog in de afgeprijsde bakken kunt zien liggen. Want deze waren Trend Editie en alles wat ze over hebben gaat dus in een afgeprijsde bak. Ik zag ze bijvoorbeeld vorige week nog liggen bij mij bij het Kruidvat in een hele grote bak met alle afprijzingen. Maar dat waren deze twee hele mooie paletten. Dan heb ik een wenkbrauwpaletje van Fab Factory. Dit is een paletje van de Action.
Hier zitten 5 kleuren voor je wenkbrauwen in. Je ziet hier de kleuren ook staan. Ik weet niet of dit heel goed laat zien. Maar dat zijn deze kleuren. Je hebt 3 kleuren met poeder en je hebt 2 highlighters. En er zitten dus nog een paar tolletjes bij die ik zelf nooit gebruik. Maar die zitten er ook in. Ook een spiegel zie je binnenin. Wat super fijn is. Maar ik vond het wel een heel mooi paletje. Ook vanwege die highlighters die erin zitten. En de kleuren. Ja, ik vind het wel leuk dat ze gekozen hebben voor 3 oogwenkbrauwkleuren. Zodat er eigenlijk voor ieder wel een kleurtje in zit die meestal wel past. Dus dat is dit hele leuke wenkbrauwpaletje van de Action. Dan heb ik 2 oogschaduwpaletjes van Essence. Even uitzoomen, want ik zit wel heel dichterbij. Allereerst heb ik het Silver Glitter Show paletten. En hierop staan ook de kleurtjes. En dit is ook een heel erg leuk paletje, want hij heeft dus van die glittertjes hierin zitten. Deze komen ook uit die Sister Love collectie. En dan zijn dit de kleurtjes. Heel mooi, super mooie pigmentatie, leuke kleuren, weer die grote spiegel erin waar ik van hou. Super leuk, staan ook wat kroontjes in. Ja, echt een heel erg leuk oogschaduwpaletje die ik graag gebruik. Het leuke vind ik ook is dat de kleurtjes hierop staan op het blaadje, zodat het ook wat makkelijker is, vind ik zelf altijd met reviews schrijven. Ook wederom weer een super leuk stickervelletje erin. Dus dat was de zilver glitter. En dan heb ik ook de pink glitter. En daar staan de kleurtjes hiervan op. Een beetje meer roze kleurtjes. Het leuke is dat deze ook echt een hele gouden paletje heeft. En die is dus ook aan het glitteren. En dat zijn deze kleurtjes. Super leuk. Ook goed gepigmenteerd. Meer wat van de roze tinten waar ik wel van... Nou, je ziet ook goed waar ik heb gedipt. Want ja, de pigmentatie is gewoon echt heel erg goed. Hier staan dan de tekstjes in het goud op. Maar dat is vast niet heel goed zichtbaar voor jullie. Dat zijn deze. En er zat dus dit stickervelletje bij. Super leuk ook. Ja, je kunt ze gewoon, denk ik, gewoon ook bijvoorbeeld leuk om op te plakken in een bullet journal. Of ja, net wat je zelf doet. Maar echt hele leuke, toffe paletjes. Ik vind echt dat Catrice en Essence heel erg veel moeite hebben gedaan om deze 2 mooie collecties samen neer te zetten. Dus ook heel blij mee. Dan heb ik van Catrice een nagellakje. En dit is een Gold Effect Nail Polish. Dat is deze. Heel mooi kleurtje. Ik heb hem in de kleur 01 Attracting Pomp. Leuke gouden details. Dubbel dopje. Het is echt een heel mooi kleurtje. Hij blijft helaas niet super lang zitten. Hij chipt wel wat sneller. Zijn we wel gewend van de low budget nagellakjes. Maar ik vond het wel een heel tof kleurtje. Een mooi donkerrood met een glittertje erin. Weer wat lastiger om weg te halen. Maar ik heb tegenwoordig een nieuwe methode om mijn nagellak te verwijderen. En dat werkt eigenlijk super goed. Als ik glitters gebruik, dan knip ik een wattenschijfje in 5 stukjes. Die dompel ik zeg maar onderin nagellak remover. En daar, die leg ik op mijn nagel en daar doe ik aluminiumfolie overheen. Daar zet ik een clipje op. Ik heb clipjes van AliExpress. En dan week je nagellak los en ben je eigenlijk gelijk van de glitter af. Dus dat is misschien een goede tip. Er is een heel leuk nagellakkleurtje in ieder geval. Ik heb een beetje veel Essence ook weer. Dan heb ik het Make Your Own Magic paletten van Essence. Is ook een heel leuk palettetje. Hij heeft er een beetje moeite mee. Dit is de 06 Dreams Are My Reality. Leuk paletje. Ja, wat ik altijd wel een beetje jammer vind bij dit soort paletjes is dat de pens wat kleiner zijn. Maar wel heel erg leuk vormgegeven. Het lijkt een beetje een soort schelpachtig, vind ik zelf. Maar wel leuke kleurtjes die mooi bij elkaar passen en ook wel een hele goede pigmentatie. En dat vind ik altijd wel fijn. Ondanks dat dit soort paletjes wel wat goedkoper ogen vind ik, was het wel een heel fijn paletje die ja, gewoon leuke kleuren bevat en ook wel goed gepigmenteerd was. En dat vind ik altijd wel het belangrijkste bij
ook schaduwpaletten, de pigmentatie. Nou, dan heb ik nog een Catrice Daily Full Lips. Is een conditioning lip butter. Hou ik hem goed? Ja, volgens mij wel. Dit is, ik heb hem in de kleur 030 Dr. De Whittle. Zeg ik dat goed? Ja, volgens mij wel. Ik kan het niet zo heel goed lezen, want het staat er heel klein op in het zwart. Maar dit is een lipboter. En ik moet zeggen, ik heb de laatste tijd heel erg last van droge lippen. En het leuke is dat deze ook gewoon een kleurtje afgeeft. Heeft een gewone basic applicator. Maar deze kleur was echt heel intens. Het ruikt ook super lekker. Ik heb er gelijk nog wat meer kleurtjes van bijgehaald. Omdat ik die heel erg fijn vond. En die zul je binnenkort ook in een review kunnen zien op mijn blog. Maar echt hele fijne lipproducten. Ja, ik ben toch wel altijd wel fan van Lip Butter. Dus en hier zit ook Sia Butter in. En ja, hij is gewoon heel erg fijn in gebruik. En leuk dat hij een kleurtje afgeeft. Dan heb ik twee fixing sprays van Revolution. En ik heb allereerst, ik heb er twee. Ik heb allereerst de Base Fix. Het is gewoon een make-up fixing spray. En deze die, ja, ik ga even kijken wat het verschil is. Deze is vooral meer wat basic, zeg maar. Gewoon, ze hebben eigenlijk beide wel dezelfde, functies, alleen ze zijn een beetje anders. Er staan eigenlijk alleen waarschuwingen op. Maar in ieder geval, deze maakt je geeft gewoon een goede dekking, zeg maar, aan je make-up. En laat je make-up heel lang op zijn plek zitten. Heeft ook een fijne spray flacon, waardoor er niet heel veel uitkomt. Hij rookt ook best wel lekker. En dat vind ik toch vaak wel een dingetje bij fixing sprays. Maar dit is meer een base fix. Dit is echt een matte fix. Deze maakt je make-up heel erg mooi mat. En dit is ook een oil control fixing spray. Ja, ik vind het hele fijne sprays. En ja, ik vind Makeup Revolution sowieso een heel fijn merk. Dus ik vond het ook wel... Ja, ik vind die make-up fixing sprays zeker ook echt wel een aanrader. Ik heb al verschillende make-up fixing sprays geprobeerd. Vooral van Essence en Catrice. Maar deze, die mogen er ook zeker zijn. Die vind ik ook echt heel erg fijn. Dan heb ik een palette van Essence. En dit is Oh My Contour palette. Dit is een contouring palette met 6 kleuren. Zo ziet hij eruit. Dit is dan zeg maar met... Want ze zitten in een huls. Deze komt ook weer uit de Sister collectie. Dit is dan gewoon het doosje zelf. Alleen hier mis je dan zeg maar de kleuren op de achterkant. Nou, laten we hem eens eventjes openmaken. Allereerst hebben we hier weer dat leuke stickervelletje wat erbij zit. Super tof. Grote spiegel. En dit zijn dan de kleuren. Je hebt hier zeg maar een... contour. En dit is een highlighter. Ik moet zeggen dat ik niet alle highlighters even mooi vond. Want ik vond sommige niet echt te glimmend genoeg. Maar over het algemeen vond ik de contourkleuren allemaal heel fijn. Alleen de highlighters vielen soms ietsjes tegen. Maar ik heb hem wel bij de favorieten gedaan. Omdat het eigenlijk het grootste gedeelte fijn vond. En maar één of twee kleurtjes wat minder vond. Hele fijne palettes. Ik vind het fijn dat de pens ook lekker groot zijn. Het leuke is ook dat de kleuren hieronder op staan. Ja, zoals ik al zei, is gewoon makkelijk met reviews schrijven. Het hele leuke, mooie paletjes. En ik vind het wel heel erg leuk dat ze ervoor hebben gekozen om er een stickervelletje bij te doen. Het maakt een palette toch net weer ja, wat extra's. Geeft het een extra dimensie. En dat komt denk ik gewoon puur vanwege de limited editie. Maar dit zijn echt hele mooie palettes ook. Dan heb ik... 3 lipsticks van MUA. Het zijn 3 matte lipsticks. Dat zijn deze. Ik zal even beginnen met dit kleurtje. Dit is namelijk de kleur Dreamy. Zo ziet de huls er verder uit. Heel mooi. En het is heel erg leuk. Want deze heeft een diamantvorm. Kijk, heeft een soort diamantvormpje de lipstick zelf. Deze kleur vond ik zelf iets minder, omdat hij eigenlijk wat te licht is. En ik wel van echt een donkere kleur hou. Maar
De lipsticks blijven heel mooi en lang zitten. Dat komt toch wel weer door die matte finish. Hij drapt echt heel mooi mat op. Ze ruiken niet super lekker, moet ik zeggen. Ik heb wel eens een lipstick gehad die lekkerder rook. Maar ja, wel hele fijne lipsticks. Dan heb ik de kleur Hotline. En dit vond ik echt een heel erg mooi kleurtje. Want dit is echt een wat donkerder kleurtje waar ik wel heel blij van word. Paarsachtig neigt hij wel na, maar het is niet heel intens paars. Super mooi kleurtje. En ja, ook dat afgeven vind ik gewoon heel fijn. Ik heb dat altijd, weet je wel, dan ga ik wat drinken en heb ik lipstick op. En dan heb ik ineens weer zo'n afdruk van mijn lipstick heb ik op mijn glas staan. Maar dat is gewoon, eigenlijk is dat gewoon heel lelijk. Maar ja, als ik thuis ben vind ik dat niet zo erg. Maar het is wel als je bijvoorbeeld ergens anders bent, kan het een beetje beschamend zijn. De laatste kleur die ik heb, dat is Stiletto. En dat is een rode kleur, want ja, jullie kennen me. I love reds. En dat is deze. Super mooi kleurtje. Ja, ik ben echt heel erg tevreden over deze lipsticks. Ja, gewoon drie mooie kleuren. Wel deze twee zijn wel mijn favoriet. Omdat die wat meer bij mij passen. Deze vind ik ook wel leuk bij een heftige overlook. Maar als ik moet kiezen, zijn deze wel echt mijn favoriet. Maar deze zit er wel bij, omdat het gewoon drie hele fijne lipsticks is, zijn. Alleen de kleur, dat is gewoon even altijd een beetje afwachten. Dan heb ik nog een mascara van Essence. En dit is de You Better Work Full Volume and Girl mascara. Deze zou ook gymproof zijn. Dat weet ik niet. Ik sport niet. Ik douche er ook niet mee. En ja, hele mooie mascara. Die ook echt zijn werk goed deed. Heeft een fijn borsteltje. En dat vond ik echt ook een groot pluspunt. Vaak zijn die borsteltjes een beetje afwachten. Maar ik hou wel van dit soort borsteltjes. Deze gaf ook echt wel volume en ook wel redelijk wat krul. Dus dat vond ik echt wel heel erg fijn aan deze mascara. Zeker een aanrader. Dan heb ik nog twee... excuseer. Highlight palettes van Catrice. Ook wederom weer uit die collectie. Die Sister Love. En allereerst heb ik het Better Than Gold Baked Highlighter paletten. Zitten deze kleuren in. Het zijn ook vrij grote pens. En hoe ga ik dit doen? Kijk, dat zijn deze kleuren. Hele mooie highlighters. Deze vond ik wel echt... heel erg mooi. Die andere vond ik sommige wel wat te donker. Maar deze waren wel echt heel erg mooi. Je ziet wel weer goed waar ik heb gedipt. Want ze zijn echt... ja, ze zijn mooi baked. En ze zijn echt, hebben echt een hele goede pigmentatie. Dat is echt super fijn. Dus dat is deze. En dan heb ik ook het Better Than Platinum. En hier zitten dus ook drie kleuren in. En deze vond ik sommige iets te donker. Maar... ja, ze zijn ook wel weer heel erg mooi. Het zijn wel echt hele mooie kleuren. Je moet ze gewoon heel goed blenden. Dan zijn ze gelijk weer wat minder. Maar het zijn echt hele mooie highlighters. Waar ik heel erg gelukkig van word. Highlighters en ik, die zijn gewoon hele goede vrienden. Ja, twee hele mooie baked highlights paletten. Die ik nu weer met heel veel liefde kan gaan gebruiken. Want ja, ze belanden dan in de doos. En dan moet ik altijd weer even wachten tot alles... ja, op video's opgenomen voordat ik het weer kan gebruiken. Maar dat zijn deze hele mooie highlighters. Het laatste product wat ik heb is een oogschaduwpalette van Essence. Deze komt uit de trendeditie From Setta With Love. Heb ik ook een ooglook meegemaakt op video. En deze heeft de naam 01 Express Delivery from the North Pole. Heel mooi palette met een kleine tutorial achterop. En hier zitten deze kleuren in. Super gepigmenteerd. Heel erg mooi vond ik ze voor de kerst. Ik heb het palet ook al veelvoudig gebruikt. Mooie glitter erin. Ja, echt een heel erg leuk palet met een goede pigmentatie. Wel zijn ze wat ja, poederig. Want je ziet hier en daar wat poeder. En ik wil mijn paletten altijd heel netjes houden. Maar dat is bij deze niet helemaal gelukt. Maar ook gewoon de verpakking zelf vind ik gewoon super leuk. Dat er een soort van, dat het echt een envelopje is. Super leuk paletten die ik... ja, waar ik gewoon heel erg blij mee ben ook.
Dan waren dit alweer mijn favoriete producten van december. Ik vond het leuk om weer eventjes door de producten heen te gaan. Zodat ik weer even weet, oh ja, wat heb ik allemaal getest. Dus voor mij heb ik altijd wel weer eventjes een verrassing. En dan vind ik het ook wel weer leuk om het in mijn stash terug te stoppen. Zodat ik het lekker weer kan gaan gebruiken. Er staan ook alweer nieuwe producten te wachten die in het mandje kunnen. Dus wat dat betreft gaat het lekker door. Ik ben eigenlijk wel benieuwd welk product jullie het mooiste vonden uit deze video. Misschien heb je zelf producten getest of ben je benieuwd naar een product. Laat het zeker even weten bij de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Dit kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken, maar ook op mijn kanaal zelf. Vergeet dan ook even niet om dat belletje aan te zetten, want dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. En dan hoop ik je eigenlijk bij een volgende video gewoon weer te zien. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende video.